Voor mij de eerste keer was in 1987. Heb ik voor het eerst in Suriname gestemd. Ik heb niet eerder gestemd omdat ik niet in het land woonde. Het was allemaal heel spannend om dat mee te maken, de voorbereidingen van de verkiezingen. De massameetingen en alle djugu-djugu en drukte daaromheen. Ondanks dat het emotioneel was, ondanks dat mensen dreigden elkaar uit te schelden, toch, die sfeer toch wel een beetje goed was. Mensen hadden een bepaalde grens hoe ver ze zouden gaan. Mensen, het is belangrijk dat je meebepaalt, meedenkt. En daarom is je stem echt nodig. Je moet gaan stemmen omdat je invloed kan hebben op waar en welke richting dit land zich beweegt. You stay with the man.